25e seizoen is begonnen, televisieprogramma Zomergasten. Met een nieuwe presentator, de Vlaming Jan Leijers, u hoorde hem. Voor het eerst presenteert een Belg Zomergasten. Henny Vrienten was de eerste gast gisteravond. We gaan erover praten met tv-recensent Willem Pikkelde van Trouw en Ron Vergouwen van Radio 1. En u kent Ron misschien wel onder andere van de perstribune of van de Twitter-rubriek in het weekend bij de Sportzomer. Er is altijd veel kritiek op de nieuwe presentator van Zomergasten. Willem, hoe vond jij dat Jan Leijers het deed? Nou, laat ik positief beginnen. Hij deed het in elk geval heel ontspannen. Rustig. Het is een prettig iemand om naar te kijken. Dus ik vind hem zeker de moeite waard. Ik geef hem ook een 7, deze eerste uitzending. Maar wat we zagen was vooral een treffen tussen twee collega-muzikanten en twee redelijk hoffelijke, charmante zuiderlingen. En ik denk dat daar het gesprek af en toe een beetje op stuk liep. Van beetje oude jongens krentenbrood. Ik vond dat Leijers af en toe wat harder had mogen aanpakken. Hij liet het initiatief ook te veel aan vrienden. Vrienden zeiden af en toe gewoon, nou, daar ga ik het maar niet over hebben. En dan zat Leijers, ja. En die deed dat dan gewoon, die accepteerde dat gewoon. En dat moet je natuurlijk niet accepteren als interview. Nee. Ron, wat vond jij? Nou ja, mijn mening is denk ik niet heel anders. Het zit een beetje ook in dat straatje. Het waren inderdaad twee. Het was een heel beleefd gesprek. Jan Leijers is een hele beleefde man. En dat je zag hem ook tegenover Henny Vrienten zitten als van wauw, ik zit tegenover Henny Vrienten. Daar heb ik veel respect voor. En hier ga ik een mooie uitzending van maken, maar daardoor weinig speeldeprikjes. Ja, het was een beetje wat Henny Vrienten zelf zei op een gegeven moment, dat hij niet de man was van het conflictmodel. Ja, precies. Maar dat denk ik wel van. Je kunt natuurlijk niet. Hij is van 48, dus hij is 64 jaar. Het is onmogelijk, zelfs al ben je niet van het conflictmodel, het is onmogelijk om in 64 jaar in je leven geen butsen op te lopen. En ik vond dat het drama in het leven van deze Doema-ster, om het zomaar even dramatisch te noemen, is helemaal niet aan de orde gekomen. Sterker, eigenlijk was Doema helemaal afwezig in deze uitzending. Het ging alleen maar over muziek en klanktheorie, over filmmuziek, maar over de popster. Ja, Henny Vrienten hebben we bitter weinig gehoord. Ook geen enkel beeld van Doema. Dus dat vond ik het gekke. Hij zat er wel, maar Doema was afwezig, leek. Ja. Ron, we hadden het er al over dat het niet echt scherp was. Heb je wel geboeid zitten kijken? Nou, 3 uur is natuurlijk al een hele lange uitzending. Maar als het dan ook nog nergens een pittig gesprek wordt. Ik bedoel, kijk, het hoeft niet 3 uur lang hakken te zijn. Liever niet zelfs. Maar er mag af en toe wel eens even een speldepriek uitgedeeld worden. En inderdaad, er zijn bepaalde facetten van Henny Vrienten enorm aan het licht gekomen. Maar inderdaad, Doema kwam niet voorbij. Hij wilde zichzelf ook meer op de achtergrond houden. Op een gegeven moment kwam er een fragment voorbij. Toen zei Henny Vrienten, ja, jullie hebben een. Dat was een fragment van volgens mij Bert. Van Rembrandt. Met muziek eronder. En daar was muziek van gebruik van hemzelf. En toen zei hij van, nou ja, had dat maar niet gedaan, had de originele versie maar gebruikt zonder mij. Dus hij wilde zichzelf ook een beetje wegcijferen. Ja, dat moet je niet doen bij Zomergasten natuurlijk. Het gaat om de gast. Ja. Is dit een beetje eigenlijk het gelijk van Joris Luijendijk die in de jubileumuitzending heeft gezegd van, ja, sommige gasten komen er gewoon door omdat dat goed is voor de kijkcijfers? Nou ja, ik denk niet, als je het aan mij vraagt. Ja. Ik denk niet dat Henny Vrienten in die categorie valt die Joris bedoelde. Hij doelde echt op de bekende Nederlanders die meer uit het showcircuit kwetsen. Maar Henny Vrienten is toch een bekende Nederlander? In ieder geval zijn tijd van Doema. Ja, maar het is natuurlijk wel, dat heb je ook wel gemerkt. Het is wel, we hebben wel te maken met iemand die echt. Het is een intellectueel. Het is een kunstenaar. Hij houdt van poëzie. Kijk, dit is niet een man die in panels zit bij quizjes en die we elke avond op de tv zien. In dat soort omgevingen. Ik denk niet dat dit de categorie is die Joris Luijendijk bedoelt. Ik vond het ook een boeiend gesprek, moet ik zeggen. Ik heb heel veel opgestoken over muziek en klanktheorie. En alleen, het bleef ver, hij hield het ver van hemzelf. De persoon en die vrienden kwam eigenlijk niet in beeld. Het was allemaal een beetje te gladjes. Hm. En ik denk dat het ook Vlaams is om zo hoffelijk en vriendelijk te blijven. Het zijn hele vriendelijke mensen. Ron, jij wilde reageren? Nou ja, het is natuurlijk altijd het vooroordeel dat zomergasten voor en door de Amsterdamse grachtengordel gemaakt wordt. Dat vond ik in deze uitzending ook erg naar voren komen. Ik bedoel, er zat zelfs een fragment in waarin we
Waarin we door de Amsterdamse grachten reden eigenlijk. Er was een camera op een auto gezet die reed door de Amsterdamse grachten heen. En inderdaad, veel culturele fragmenten. Op het einde zei Jan Leijers ook van ja, er zat eigenlijk alleen maar cultuur en kunst in deze uitzending. Ja, toen kwam ze eigenlijk tot die conclusie dat dat eigenlijk de hele 3 uur had behelst, inderdaad. Ja, en maar slechts 1 kleine ontboezeming over dat hij af en toe ook wel wat wiet had gerookt. Ja, ja, kom op, zeg. Dat doe maar verleden. Kijk, ik was toen zelf begin 20 en vriendinnen van mij die scheurden die jongens bijna het van het lijf als ze naar een concert gingen. En hij heeft toch maar 1 vrouw gehad en nooit wiet, heel weinig drugs gebruikt. Ik denk, nou, dat hele popster verleden, dat moet echt heftiger zijn geweest dan dat we hebben gehoord. Ja, het was een soort antiheld werd het zo. En ja. Nou, 600.000 mensen hebben trouwens gekeken. Vinden we dat veel of niet? Gemiddeld. Is dat gemiddeld? Ja, het is voor zo'n programma is het best aardig nog, denk ik. Ja. Ron, we kennen jou ook van dat je al die twitters altijd volgt. Is er nou veel ook over getwitterd? Ja, kijk, dit is natuurlijk wel een programma waar enorm over getwitterd wordt. Wat veel mensen eigenlijk ook, de nieuwe generatie, als we kijken naar jongere mensen, die kijken vooral ook zo'n uitzending met een iPad of een andere tabletcomputer op schoot. Om dan te kijken van wat wordt er over gezegd. En die gaan dan hele ondermaatse opmerkingen erover maken. Zoiets als het Songfestival, dat is een vergelijkbaar evenement eigenlijk. Iedereen zit voor de buis en geeft zijn mening. Ja, dat is wel een beetje de tv-handel 2012. Ja, Jan Leijers moest er nog erg aan wennen, ook aan het tweede scherm. Hè? Daar was hij nog niet helemaal mee bekend. Ja. Nee, maar hij gebruikt het ook wel als uitvlucht. Dat moet ik wel zeggen. Het is wel echt een televisieman, die Jan Leijers. Hè. Hij is daar echt in gepokt en gemazeld. Want hij wist, het vielen echt af en toe hele pijnlijke stiltes. Omdat vrienden nou eenmaal niet veel willen vertellen. En dan wist hij toch met hele aardige tv-trucjes en tactieken en bruggetjes de stiltes te verbreken. Wat ik eigenlijk heel jammer vond, wat Leijers bijvoorbeeld wel in De Weg naar het Avondland heeft gedaan bij de VRT, is zijn filosofische kant laten zien. Leijers is filosoof. Hij in De Weg naar het Avondland op de VRT stelde hij vaak filosofische vragen, waardoor er toch wel veel meer uitkwam dan je had verwacht. En dat had hij nu ook mogen doen wat mij betreft. Nou, het is een tip. Ik hoop dat hij luistert. Dan kan hij die meenemen. Dank jullie wel. Willem Pekelder van Trouw en Ron Vergouwen van Radio 1.